Jongens, ik heb er lang over nagedacht hoe ik deze video in wilde steken. Ik wilde heel lang een video al maken over Final Fantasy XIV. Simpelweg, misschien heb je het al gezien bij GameKings. Dit was mijn meest gespeelde game van dit jaar. En het komt ook gewoon, ik ben echt weggeblazen door deze game. Het is echt een insane ervaring. En het is misschien wel de beste RPG die ik ooit in mijn leven heb gespeeld. En dat had ik helemaal niet verwacht van een MMO. En misschien had jij dat ook niet verwacht en heb je daarom nooit deze game aangeraakt. Dus ik had zoiets van, het is eigenlijk niet aan mij om over deze game te praten. Want ondanks dat ik er honderden uren in heb zitten, voel ik me nog steeds echt een noob in deze game. Omdat er zoveel te doen is. Er is echt zo verschrikkelijk veel te doen en elke dag leer ik weer nieuwe dingen. Maar ik zou het zonde vinden als je deze game aan je voorbij laat gaan. Simpelweg omdat het zo'n brute game is. Niet alleen omdat je hem natuurlijk met anderen kan spelen, maar omdat het een Final Fantasy game is. En ook nog eens een hele, hele goede Final Fantasy game wat dat betreft. Duik er gewoon heel even hier gelijk in mijn character slot. Want dat is het eigenlijk het allerbelangrijkste voor als je ook Final Fantasy wil joinen. Trouwens, als je Final Fantasy wil joinen. Ik heb een linkje gekregen van Square. Dat hebben ze gemaakt voor mijn kanaal. Ik krijg niet betaald overigens, dus even een disclaimer voor dat ook. Ik doe dit gewoon omdat ik een passie heb voor deze game. Met dit linkje kan je tot en met level 60 gratis spelen. Zoals je ziet, ik ben level 68 en ik heb er echt honderden uren in zitten. Dus je kan tot en met level 60 gratis deze game checken op zowel PlayStation 4 als op PC. Er is ook nog eens crossplay, dus er is geen enkel excuus om het niet te proberen. Hey, wat ik zeg, gebruik dat linkje daarvoor. Maar zorg ervoor dat je wel de juiste server joint. Zoals je ziet, ik zit hier op de light server. Dat zie je hier rechtsbovenin. Ik zit te wijzen, maar dat kan je helemaal niet zien. Rechtsbovenin zie je light server. Dat zijn EU servers. Daar zit ik op. Ik heb er eentje op Odin. Dat is mijn review character. Die heb ik gebruikt om levels te skippen. Om review content heel even te kunnen spelen voor GameKings. Dit is mijn eigen character. Die kan je vinden op de Phoenix server. Dus ik speel de game met dit character op de Phoenix server. Dus zou je mij willen joinen, zorg dan dat je Phoenix joint. Trouwens, ik zou dat linkje om tot en met level 60 gratis te kunnen spelen. Het zal ongetwijfeld al in beeld zijn gekomen, maar ik zal het ook hieronder even in de beschrijving zetten. Zodat je dat kan vinden. En join mijn Discord. Op mijn Discord is waar we met z'n allen altijd afspreken om toffe dingen met elkaar te gaan doen in videogames. Al is het racen, al is het Destiny, al is het een fucking potje Unreal Tournament. Want dat hebben we ook gedaan. Dat doen we allemaal daar. Dus Jonas daar. Heel belangrijk dus. Zorg dat je de juiste server kiest. Want volgens mij kan je niet gratis switchen naar een andere server. Dan moet je echt een nieuwe character aanmaken. Of je moet lappen. Dat wil je natuurlijk niet. Dus doe dit. Nogmaals. Ik voel me een noob in deze game. Ik laat gewoon denk ik wat dingetjes zien. Wat ik er tof aan vind. Wat ik dagelijks doe. En misschien wat... Ja, wat tips over hoe je het beste deze game kan gaan spelen. Ik speel hem trouwens op dit moment op de PlayStation 5. Simpelweg omdat ik wilde laten zien, dit is een MMO die je op een console kan spelen. En het werkt ook nog eens insane goed. Ik speel deze game ook op PC, liever met de controller dan met muis en toetsenbord. Maar mocht jij van de muis en toetsenbord zijn, maar geen game PC hebben, je kan ook een muis en toetsenbord aansluiten op je PlayStation. En dat werkt ook in deze game. Laten we nu gewoon in de game gaan duiken. En hier zitten we in de spelwereld. We zitten in Ishgard. Hele toffe locatie. Het is de locatie van Heavensward. En Heavensward is een belachelijk vette uitbreiding. Die zit ook bij die gratis speelsessie tot en met level 60. Het zit er gewoon bij. Maar Heavensward is misschien wel... Ja, het was een van de beste verhalen die ik ooit heb meegemaakt in videogames. Je ziet hier deze kleine kikker achter me aan huppelen. Dat is mijn minion. Ik heb sinds kort heb ik een minion. Had ik daarvoor nog niet gedaan. Wat ik zeg, ik ontdek elke dag weer wat. Even mijn character. Ik ben dus een gunbreaker. Dat is een job. In andere games heet dat bijvoorbeeld een class. Maar hier heet het een job. En dat zorgt er een beetje voor dat het jouw zeg maar, rol is. Ik kan het hier even laten zien. Ik heb een paladin geleveld tot level 61.
En daarna ben ik overgegaan op Gunbreaker. Dat zijn allemaal tankrollen. Nou, je hebt ook melee DPS, physical range DPS, magical range DPS, healers, 3 verschillende classes en volgens mij nog veel meer. Ik weet allemaal niet hoe ver dat gaat natuurlijk. Want ik heb alleen als tank gespeeld. Al deze jobs kan ik ook doen. Hoef ik geen extra karakter voor aan te maken. Dat kan allemaal met één en dezelfde karakter. En dat vind ik toch wel een hele toffe feature. Je kan gewoon letterlijk alles doen. Alle content spelen. Alle verschillende jobs proberen met één karakter. Hier heb je nog wat andere dingen. Ik ben begonnen met een crafter class. Dit zijn allemaal crafter classes. En kijk, en hier kan je dus ook nog vissen, groenten verbouwen, noem het allemaal maar op. Nou, ik ben een weaver geweest, level 10 nu. Ik wil nog even blacksmith worden en misschien nog wel een heleboel andere dingen. Wat ik zeg, er zijn oneindig dingen te doen. Ik kan hier ook nog laten zien. Oh, moet ik niet hier eruit gaan. Ik heb verschillende gearset lists. Dit is hoe mijn weaver eruit ziet. Die ziet er dus zo uit. Bijna een piraat, zou ik zeggen. Ik heb dus ook een paladin. Ik kan die wel heel even laten zien als ik zeg maar hier deze augmented hellfire blade equip. En let alsjeblieft niet op mijn inventory management. Dan is dit mijn paladin class wat dat betreft. En dan maak ik even mijn gearset list. Heel even nieuw aan. Kijk. Het is een gladiator trouwens. En zo ziet deze eruit. Ook wel sick. Vette gear in ieder geval wel. Maar ik ga voor Gunbreaker. Simpelweg omdat ik ben opgegroeid met Final Fantasy 8. Dat is denk ik mijn eerste echte Final Fantasy geweest. Ik vind het absoluut niet de beste Final Fantasy. Zeker niet. Dat is voor mij persoonlijk Final Fantasy 9. Of deze. En Gunbreaker, dat is natuurlijk Squall Leonhard. En ik heb volgens mij ook zijn jackie hier aan. Dus dat zijn mijn dingen. Als ik een tip mag geven om als je deze game gaat spelen. Hou je vooral op het begin bezig alleen met de main scenario quest. Vergeet even alle side quests. Doe dat alsjeblieft niet. Het is een verschrikkelijke time sink. Waar je op het begin niet zoveel meer uithaalt. Dus hou je gewoon bezig met de main scenario quest. Realm Reborn, dat is waarmee het begint. Dat kan een beetje doorbijten zijn. Maar als je dat eenmaal achter de rug hebt. En je begint aan Heavensward. En ik zit bijvoorbeeld nu in Stormblood. Ik heb ook al Shadowbringers gespeeld. Maar dat was op een review account. Ongelooflijk. Echt ongelooflijk. En wat me nu te doen staat. Ik laat gewoon even zien wat ik eigenlijk dagelijks doe. Dat is naar de Duty Finder. En dit zijn zeg maar je dailies. Je kan de main scenario quest daily doen. Je kan een trial doen. Leveling dungeon kan je doen. En een van de wat hogere dungeons. Level 50, 60, 70 dungeons. Ik ga van trial. Nou, je ziet adventure in niet. Tank. Ik ben een tank. Dat komt dus mooi uit. Krijg ik nog wat extraatjes voor. En een trial vind ik het eigenlijk het leukste wat je kunt doen. Het is namelijk gewoon één van de epische boss battles die je heel even doet. Het is niet een hele dungeon. Het is alleen een boss battle. En je krijgt daar weer experience voor. Je krijgt er weer gil voor. Net zoals al deze andere daily dingen. Dus laten we deze pakken. En dan joinen we matchmaking. Oké, we hebben nu matchmaking achter de rug. We moesten ongeveer een minuutje wachten. En hier is de Duty Roulette Trial. Moet ik wel binnen 30 seconden reageren. En dan kunnen we eraan gaan beginnen. Dit speel je dus met 8 man. 2 tanks. 2 healers en 4 DPS. En dan is het wachten totdat we gaan beginnen.
En ik moet zeggen, dit is qua boss niet een hele vette battle. Maar hey, dat zit er ook bij. En ik laat je gewoon zien hoe het is. Dus ik ga niet wachten totdat er echt een hele, hele vette komt natuurlijk. Ik wacht gewoon. Dit is wel eentje die regelmatig misgaat. Omdat mensen niet op tijd bepaalde handelingen uitvoeren. Ik zoek me heel even uit, zodat je iets beter kunt zien wat er allemaal gaande is. Twee enemies. Ik hou deze bezet als tank. En dan kan de andere tank die andere doen. Ik speel dus op de PlayStation 5. En ondanks dat de game geen next-gen patch heeft gehad, draait hij wel een stuk beter op de PlayStation 5. Want dit is gewoon 4K 60. 4K 60 fps waar die in draait. Je ziet af en toe van die oranje plekken op de grond. Dat zijn de area of effects, noemen ze dat. Kijk, en nu moeten de andere gasten die moeten haken in dit monster schieten. Springen we op de monster. En gaan we helemaal ham op hem. Kijk, hier is het. En als je zo'n oranje vlak ziet, dat betekent simpelweg dat je moet bewegen. Dat is waar de enemy damage gaat doen. En als je erin staat, dan word je hard geraakt. Dus dat zijn attacks die je kunt ontwijken. Ik doe hier niet zo heel erg veel damage. Meestal lukt dit namelijk in één keer. Nee, nu niet. Kijk, en dit zijn dus 7 andere spelers ook waarmee je dit op dit moment doet. En wat we op een gegeven moment straks krijgen. We krijgen 2 van die draken, geloof ik. En ik hou er gewoon eentje aan de ene kant. En de andere tank lokt er eentje naar de andere kant. En dan houden we die zoveel mogelijk uit elkaar. Niet hele moeilijke mechanics deze trial. En wat je ziet hieronder is dus mijn hotbar. En die is volledig gemapt op mijn controller. Perfect. Werkt echt heerlijk. Ik moet zeggen, ik heb nog nooit zo chill een MMO gespeeld. En niet dat ik veel MMO's heb gespeeld. Ik heb hiervoor alleen Star Wars The Old Republic gespeeld. Superweg omdat het Star Wars was natuurlijk. En BioWare, dat waren nog... Waarom doet niemand damage? Wat is dit? Hè? Huh? Daar ging volgens mij iets mis. Want niemand deed damage. Wat is dat nou? Misschien dat er een glitch was of zo? Het was heel raar in ieder geval. Dit hoort niet. Kijk, en hier zie je ook een blauwe cirkel. Dat is omdat dit in dit geval bepaalde waterdamage doet. En zoals je ziet, aan de andere kant zit er ook een draak. Die wordt bezig gehouden door de andere tank. Er zijn ook tornado's die je niet wil ontwijken, want die stunnen je gewoon voor een bepaalde periode. Deze gast hebben we nu bijna, denk ik. Dan zat die andere ervoor. Oeh, die andere moet nog heel veel. Ja, deze is bijna down. Volgens mij was een van de DPS guys op die kant op gegaan om hem te helpen. Kijk, deze dan. En dit gebeurt er wanneer je door zo'n tornado wordt gepakt. Moment van onoplettendheid. Kan gebeuren. Oh, wat hebben ze deze weinig damage gedaan, joh? Ik ga het nu het loodje leggen.
Bam. Daar is hij. Maar we hebben hem telkens keer echt weinig damage gedaan. Maar volgens mij herhalen we nu gewoon het riedeltje van net. We kunnen een nieuwe poging gaan wagen. Maar waarom ze bij die tweede damage phase niks deden? Daar begrijp ik niks van. Maar sowieso is de damage output van deze groep wel bijzonder klein. Want meestal klappen we hem in één keer. Nou, geeft niet. Eén healer is down, zie ik. Ik had niet gezien dat er hier twee bossen stonden. Want bossen, enemies. Ik zie linksboven. Zie de party. En daar zie je dat er één healer down is. Dan er weer twee aan die kant. Dan doe ik die ook gewoon even naar me toe trekken. Maar die healer is nog steeds niet terug. Dat is wel een uitdaging. Kan die niet gerevived worden dan? Wordt nu wel echt een beetje gek huis. En de manier waarop je meer aggro op je krijgt, is door je een met die te volgen, als ik het goed uitspreek. En met die en veel combos uitvoeren. Nou, schiet dat ding. Duurt te lang allemaal, jongens. Kijk, en nu is iedereen wel aan het rammen. Healer nog steeds down, dus we missen nog één persoon, maar ja, heel weinig damage. Echt heel weinig damage. Ik heb nog nooit gehad dat er zo weinig damage werd gedaan bij deze boss. Wel vet dat deze boss corona heet trouwens. We proberen corona te verslaan, maar het gaat heel erg slecht. Deze game is zo realistisch, jongens. Deze game is zo realistisch. Ik lok deze twee ook wel weer even om af. Wordt gelijk gestunt. Ah, die healer komt volgens mij ook nooit meer terug. Ik zie ook gelijk al tekst hier onderin. Mensen willen dat het meteen voor een limit break wordt gegaan. Hoef ik me niet mee bezig te houden. Dit is een DPS guy. Ah, jongens, kom op. De damage mag wel een stuk omhoog, hoor. Ah, wauw! Echt heel weinig.
We did it! Altijd de play commendation. Doe ik altijd naar mijn healer. Als tank ben je echt altijd enorm afhankelijk van healers. Dit was een boss battle dus. Hij ging echt niet smooth wat dat betreft. Hij ging echt niet smooth. Dit had echt een stuk beter gekund. Maar ik denk dat het een leuk inzicht geeft over hoe zo'n boss battle kan gaan. En dit was verre van mijn favoriete boss battle. Er zijn echt veel toffere. En dit is een daily roulette. Kan je dagelijks doen. Je kan het oneindig blijven spelen. Maar je krijgt dagelijkse rewards. Die zijn heel hoog. Als je daarna door blijft spelen krijg je wel wat. Maar het is slechts maar een fractie van wat je daarvoor kreeg. Dus elke dag na 4 uur kan je dat opnieuw gaan doen. Voor flink wat experience. En ook lekker wat gil. En ja, zo kan je ook dungeons blijven doen. Ik ga altijd dat hele riedeltje ga ik lekker af. Het is heerlijk om te spelen. Heerlijke ontspanning. Maar ook vette dungeons zitten erin. En ook nog veel toffere boss battles dan dit. En sommige zijn echt zo episch. En de muziek komt dan opzwellen. Ja, daar word je echt, echt ontzettend lijf van. Ik hoop dat ik je een klein inzicht heb gegeven in Final Fantasy XIV. Wat het is. Wat je kan doen. Misschien een aantal tips. In ieder geval, als je joint, join de Phoenix server. Je kan dus gratis spelen tot en met level 60 met deze free trial link die je hieronder in de beschrijving vindt. Doe gezellig mee. Het kost je niks. Wat heb je te verliezen? En hopelijk gaan we samen dan de dungeons in. Voor nu, bedankt voor het kijken. En als je nog vragen hebt, drop ze alsjeblieft hieronder in de comments. En dan ga ik mijn best doen om die voor je te beantwoorden. Ik weet niet alles, dat zal ik je nu alvast erbij vertellen. Maar samen zijn we op een ontdekkingsreis, kunnen we er meer over leren. Voor nu bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, abonneer dan! Dankjewel, doei doei, ciao!